hoe bereik je nou meer succes? Als we naar de definitie kijken in het Nederlands woordenboek, wordt succes als gedefinieerd als een goede uitslag op iets wat is bereikt. Als ik het in mijn hoofd moet gaan vertalen, wat betekent dat nou? Wil dat zeggen dat een resultaat is op inspanning die ik heb verricht. Of iets wat ik mezelf ten doel heb gesteld. En de uitkomst daarvan is zoals ik het graag zou willen hebben. Met andere woorden, het is een succes. Of een succes geweest. Maar hoe bereiken we nou meer succes? Wat mij betreft komt er zonder planning geen gestructureerd, geordend resultaat. Mijn succes begint met een goede planning. Ik heb werkelijk mijn dag gepland, mijn week gepland, mijn maand gepland. Sterker nog, het hele jaar is gepland. Letterlijk op een stukje papier. Mijn dagplanning of mijn weekplanning heb ik met magneten opgehangen op mijn koelkast. En zal ik je een klein beetje vertellen hoe mijn dag eruit ziet? Een aantal basisdingen die ik letterlijk afvink op mijn koelkast begint met mijn ochtend. Mijn affirmaties waar ik naar luister, mijn ochtendmeditatie. Ik heb mijn speciale citroenwarme thee die ik vers maak elke ochtend die ik drink. Ik doe mijn 15 push-ups, want we werken ook aan de gezondheid. Ik eet vegan als tijdelijke proef, dus dat heb ik ook op mijn lijst gezet als dingen die ik af kan vinken. Is het me gelukt of niet? Roken, alcohol, drugs in de vorm van wiet of andere versnaperingen die de staat van je mind aanpassen of ik me daaraan heb gehouden of niet. Het is een kleine mengeling van lichamelijke gezondheid en geestelijke gezondheid die ik op dagelijkse basis afvink en ook beoordeel hoe is het gegaan. Heb ik me aan mijn eigen afspraken gehouden. Op die manier creëer ik op een dagelijkse basis succes voor mezelf. Waarom? Soms hebben we momenten dat we wel vooruitgang maken, maar we zien het niet. Waarom? Als je een race loopt, je begint bij de start en uiteindelijk heb je een finishlijn. Hoe verschrikkelijk is het wanneer je gaandeweg die race die misschien 5 kilometer is, op 1 meter of 1 kilometer, op 2 kilometer, 4, 5, niet ziet waar je bent. Aan de zijlijn krijg je indicatoren die vertellen, je bent zo ver verwijderd van de finish of zo ver verwijderd van de startlijn. Het creëren van succes, wat mij betreft op dagelijkse basis of in het jaar of week, betekent dat ik markeringen ga bepalen van tevoren om te kunnen meten hoe goed doe ik het nou. Want het meest verschrikkelijke is wanneer je jezelf overtuigt van nou, je kent het wel hè, nou volgens mij kan ik stoppen want het schiet niet op. Het risico kan zijn dat je niet van tevoren hebt nagedacht, hoe kan ik nou meten of ik daadwerkelijk vooruitgang maak? Hoe weet ik nou dat ik daadwerkelijk vooruit kom? Dat zijn zaken die je van tevoren moet hebben bepaald, van tevoren over moet hebben nagedacht. Je kan het niet overleveren aan, ik hoop dat ik het voel, of ik zal een duidelijk signaal krijgen, want soms zijn die signalen heel erg onduidelijk dat het goed gaat. Het kan heel klein zijn in de vorm van een compliment die iemand je geeft. Maar als je dat niet in de context plaatst met ik werk aan mijn eigen succes of ik werk aan mijn eigen geestelijke fitheid, ik werk aan mijn lichamelijke gezondheid, want iemand in de sportschool kan je complimenteren. Ook zie je al de derde dag op rij dat je binnenkomt. Het zijn die indicatoren die we moeten herkennen, want ons brein is onze grootste vriend, maar helaas ook soms onze grootste vijand in het ontmoedigen van ons eigen systeem. Ons lichaam werkt keihard net zo hard mee. Het liefst zit je lichaam hartstikke stil. Rust. Dus we moeten ons geest voorbereiden in combinatie met die doelen die we stellen, om te weten waar we staan
in die race, om te weten waar we staan met betrekking tot de doelen die we vastgesteld. Nou, 2020 komt eraan. Ik heb voor mezelf al een aantal doelen uitgeschreven en uitgewerkt. Het gaat om mijn lichamelijke gezondheid. De eerste maand januari prepareer ik mijn geest en mijn lichaam dusdanig dat het in de meest voortreffelijke staat het jaar 2020 ingaat. Ik zal me onthouden van roken. Ik zal me volledig onthouden van alcohol. Of ik noem maar even drugs in de vorm van een jointje enzovoort enzovoort. Dat gaat er niet in. Waarom? I'm not setting myself up for failure. Sterker nog, mijn voornemen die gaan niet beginnen op 1 januari. We zijn nu halverwege december. Ik ben al begonnen met mijn vegan lifestyle. Het niet roken. Geen alcohol. Geen drugs. Enzovoort, enzovoort. Ik ga elke dag naar de sportschool. Ik doe mijn 15 push-ups elke dag. Ik luister affirmaties. Ik mediteer. Zie wat ik doe? 2020 is een jaar voor nieuwe kansen, nieuwe mogelijkheden. Die moeten we grijpen. Bereid het jaar 2020 ook voor. Ja, persoonlijk. Bereid je geest voor. Bereid je lichaam voor. Bereid de mensen voor in jouw omgeving. Het kan zijn dat er verandering gaan plaatsvinden binnen het gezin. Bereid je gezin ook voor. Help die jongeren om ook goed na te denken. Weet je wat? Wat heb ik 2019 gedaan? Waar kunnen we ons focussen individueel als kind, als gezin in 2020? Daar moet je echt over na gaan denken. Daar moet je echt actief mee bezig zijn. Want uiteindelijk, we willen niet zijn als een veer die door de wind wordt meegenomen en letterlijk door de wind overal heen wordt gebracht waar het moet gaan. We willen zijn als een sterke boom die geworteld is in de grond, waarvan we de wortels niet kunnen zien, maar die boom staat er zo statig. Er is geen windkracht die die boom omver krijgt. Zo moeten we onszelf ook als een boom wortelen in de grond, stevig. En daar helpen doelen bij. Goed gedefinieerde doelen helpen daarbij. Maar er is een maar. En toevallig gisteren werd ik daar ook een klein beetje op geattendeerd. In de reacties die je kan verwachten van mensen die niet bepaald op dezelfde frequentie functioneren als jij. Ik wil niet zeggen, het zijn haters. Nee. Ten eerste, je bent niet aan iedereen tekst en uitleg verschuldigd om te verklaren op welk pad je wandelt. Waar je mee bezig bent. Niet aan iedereen. Je hebt een verantwoordelijkheid naar jezelf. Maar niet aan iedereen. Niet iedereen zal begrijpen waar je mee bezig bent. Waar ik in dit verhaal naartoe wil gaan, is dat je oren gespitst moet zijn op mensen die je succes in de weg willen staan. Dat soort mensen opereren op een bepaalde frequentie. We kennen dat gevoel. Soms krijg je die rilling over je lichaam. Die persoon snapt het niet. Die persoon, zijn energie is niet goed. Los van non-verbale communicatie, de verbale communicatie wat letterlijk uit iemand zijn mond rolt, is gif, verderf, rommel. En het klinkt op een manier dat je wordt aangemoedigd om letterlijk te stoppen waar je mee bezig bent. Soms moeten mensen de rijkheid van onze taal gebruiken om misschien dat wat ze bedoelen op een betere manier over te brengen. Wat ik daarmee bedoel is, motiveer iemand om verbeteringen aan te brengen. Wanneer je kritiek geeft, laat je kritiek constructief zijn. Mensen die kritiek geven, puur om gif te spugen, zijn mensen waar je heel alert op moet zijn. Want ze hebben niets anders ten doel dan jou omlaag te halen. Kritiek is een geweldig ding. Sta ook open voor kritiek. Maar wanneer kritiek niet wordt onderbouwd met de juiste
woorden, de juiste informatie, is wat mij betreft altijd iets. Ik kan er niets mee. Ik kan er niets mee. En op die manier moeten we onszelf wapenen tegen mensen die niet op onze frequentie functioneren. Niet iedereen snapt op welk pad je wandelt, jij en ik. Niet iedereen is daar waar jij en ik ben. Dus respecteer dat soort mensen en hou ze op een gepaste afstand. Maar spit je oren naar die mensen die kritiek hebben om jou verder te brengen. Dit is in het kort waar ik persoonlijk over nadenk de afgelopen dagen. Waar ik over na heb gedacht met betrekking tot wat betekent mijn succes nou? Hoe vergroot ik mijn succes? Nogmaals in het kort, doelen. Goed gedefinieerde doelen, dat is de sleutel tot succes. Want succes is iets wat bereikt is over hetgene je hebt bepaald, waar je aan hebt gewerkt. Ik wens jullie veel succes. Schrijf het op, maak een lijstje. Ga dingen afvinken op dagbasis, op weekbasis, op maand, op jaarbasis. Laten we elkaar helpen steeds succesvoller te worden. Ik wil je bedanken voor het kijken naar deze video. Vond je dit nou ook een krachtige boodschap, heb ik één klein verzoek. Ik vind het leuk als je me support, Find the Creator. Dus abonneer op mijn kanaal, like deze video. In het heel bijzonder wil ik je vragen, als je een mening hebt of toch iets wilt delen, om in de comments hier beneden een opmerking achter te laten. We doen het uiteindelijk samen met elkaar. Find the Creator signing off. Bye bye.